Een ieder die behoort tot een essentiële dienst moet zich laten vaccineren. Dit is een beleidsmaatregel van de regering. Dat maakte president Chandrika Prasad Santokhi gisteren bekend in het parlement. Als dit niet gebeurt, vreest het staatshoofd dat we het risico lopen dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Hij benadrukte dat het geval waarbij het Korps Politie Suriname vele besmettingen heeft gekend, zich niet meer mag voordoen. We gaan een beroep doen. We gaan niemand verplichten, maar we gaan een beroep doen als u inderdaad behoort tot de essentiële diensten. En die essentiële diensten zijn met name die frontline werkers, de politieambtenaren, militairen die het allemaal moeten doen. Dat is een hoge prioriteit krijgen. Meneer voorzitter, dat is wat we constant moeten doen met ons beleid. Anders hebben we serieuze problemen. Je gaat het niet kunnen handhaven. Je gaat geen medisch personeel hebben. Je gaat geen verplegend personeel hebben. President Chandrika Prasad Santokhi. Hij gaf aan dat 120 politieambtenaren waren besmet met het COVID-19-virus en dat 400 agenten in isolatie waren. Santokhi zei dat dit niet meer mag voorkomen. Anders kan de veiligheid van de gemeenschap in gevaar komen.